En ik weet dat veel mensen mij in de schoenen schuiven dat ik alleen maar bezig zou zijn om mensen boos te maken. Of alleen maar bezig zou zijn met het creëren van ophef om de ophef. Dat is absoluut niet waar. Dat is ook nooit wat ik geschreven. Ik heb dat nooit. Dat is onder andere door Wiebren is dat gespind op manier. Alsof dat het punt. Dat is helemaal mijn punt niet. Ik heb gezegd, als je maatschappelijke taboes, als je grote thema's agendeert, dan stuit je op taboes. Meneer en dan zul je dus ook ophef meneer veroorzaken. Baudet. En dat gebeurt nu dus ook. Alleen het meneer doel Baudet, is een heel belangrijk punt te maken. Ik ben uw voorzitter, of je het wel prettig vindt of niet. Dus als ik even de aandacht vraag, dan wil ik dat graag hebben. U maakt een persoonlijk feit doordat u de heer Van Hagen meteen aanspreekt. Ik zou u willen verzoeken om dat niet te doen. Ik geef de heer Van Hagen één moment gelegenheid om te doen. Maar vervolgens gewoon even in uw eigen betoog te blijven. De heer Van Hagen. Nou, voorzitter, ja, ik heb nooit iets gespind. Ik maak alleen wel altijd... het voelt voor mij altijd ongemakkelijk als mensen de Tweede Wereldoorlog bijhalen als dat niet nodig is. En dat vind ik ook bij een Job Cohen en dat vind ik ook bij Arno Gunberg en dat vind ik ook bij de heer Baudet. En ik neem er dan ook meestal afstand van. Ik denk dat het pijnlijk is voor heel veel mensen die de oorlog nogal zeer traumatiserend hebben ervaren. Dus ja, ik doe dat liever niet. Sterker nog, ik doe dat helemaal nooit. Daar is geen kwestie bij van spinnen. Dat is denk ik een kwestie van hoe je het debat wil voeren. Lijkt me dan duidelijk. Ja, maar dat was niet mijn. Daar had ik het niet over. Ik had het over dat de heer Van Haga meermaals heeft gezegd. Bij Forum is het ophef om het om de ophef. En dat is niet waar. En dat wordt herhaald in de pers alsof dat de lijn is van waar wij mee bezig zijn. Dat is gewoon. Klinkklare nonsens. Ik leg het dus uit. Ja, maar dat heeft u net gedaan. Nee, maar het is niet duidelijk. Het is niet duidelijk genoeg. Het is helder genoeg. Nou, dat bepaalt u niet. Nou, dat bepaal ik wel, want dat is mijn rol. Ja, maar ik ga over mijn eigen woorden. Nee, ik ga over wat de orde is van het debat. En ik wil dat u nu verder gaat met uw inbreng. Dank u wel. Ja, dus het gaat niet om de ophef om de ophef. Maar het gaat erom dat dit een heel belangrijk punt is. En een heel belangrijk signaal. En in mijn ogen zijn er een aantal fundamentele misvattingen die ten grondslag liggen aan het hele beleid, aan het hele discours. En dus ook nu weer dit. En de eerste daarvan is dat je ongestraft, zonder extreme wonden te slaan in de samenleving, op deze wijze mensen tegen elkaar kunt opzetten. Waarvan akte? Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, laat ik proberen de heer Baudet een beetje te helpen. Want ik hoor vaak dat er dan wordt gezegd, ja, een vergelijking is niet hetzelfde als een gelijkstelling. En ik denk dat daar het verschil een beetje in zit. Hè. Als er gezegd wordt, de ongevaccineerden zijn de nieuwe Joden, dan is het een gelijkstelling. En ik vind het ook, net als mevrouw Agema hier, afschuwelijk wat er gebeurt. Ik heb vanaf maart 2020 me kapot gevochten, ook toen de heer Baudet nog schreeuwde om een keiharde lockdown en het was allemaal verschrikkelijk, dat virus. Ik vind de uitsluiting, de discriminatie, de nevenschade weerzinwekkend. Ik vind ook dat het kabinet hier grote, grote steken laat vallen. Ook bloed aan de handen heeft. Er vallen doden doordat er verkeerde maatregelen worden genomen. Medische nevenschade. Maar de gelijkstelling, en dat is feitelijk wat er gebeurt, de gelijkstelling aan de vernietiging van 6 miljoen Joden is voor zoveel mensen zo pijnlijk dat ik u zou willen vragen om daar gewoon mee op te houden. Want het doet ook de zaak van de oppositie geen goed. De heer Baudet? Ja, ik geloof dat niet, dat het zo pijnlijk is. Ik geloof niet dat mensen die dat zeggen, dat die oprecht zijn. Dus wij verschillen daar gewoon over van mening. Ik vind het gespeeld. De oorlog is al 60 jaar een thema in het thema in het maatschappelijk debat. Van de Frankfurter Schule, die een hele filosofie hebben opgebouwd over hoe in de dialectiek van de verlichting Odysseus eigenlijk op dwingende wijze zou hebben geleid tot vernietigingskampen, de instrumentele reden, alles, het hele discours van de Europese Unie is gebaseerd op een bepaalde interpretatie van de Tweede Wereldoorlog, een bepaalde filosofie daarover, over wat nationalisme wel of niet tot gevolg zou hebben. Naoorlogse esthetiek, van moderne kunst tot moderne architectuur, tot kledingstijl, tot muziek, tot dansstijlen. Het is allemaal gebaseerd op een bepaalde visie op wat er in de oorlog gebeurd zou zijn. Wat fascisme eigenlijk is.
Zelfs het feminisme, de emancipatie. Er was eigenlijk een simpele vraag. Wilt u er afstand van nemen? U antwoordt dus nee. Ik heb nog een vraag van mevrouw Van den Berg. Ja, maar u gaat retorica doen. U gaat ons college geven. Ik leg mijn standpunt uit. Nee, dat doet u niet. U wijt te veel uit en u neemt te veel ruimte in. Ik doe hier vraag en antwoord. En nu antwoord is gegeven. En mevrouw Van den Berg stelt nu weer een vraag. En dan geeft u weer een antwoord.